Bitcoin heeft zijn grootste maandelijkse prijsstijging ooit gekend. Andere topics van vandaag zijn dat ARK 21 Shares, een van de lanceerders van een ETF, zij integreren Chainlink om de Proof of Reserves van hun ETF te verzorgen. En het derde puntje van vandaag, de Bitcoin halvering plaatsvindt binnen minder dan 50 dagen. Dag iedereen en welkom terug bij een nieuwe maandelijkse crypto-update hier bij What The Finance. Als jullie nieuw zijn op het kanaal, zou ik jullie zeker en vast willen aanraden om te abonneren om in de toekomst up-to-date te blijven rond alles betreffende crypto en het financiële dat gebeurt in deze wereld. En het eerste puntje van vandaag is dat de Bitcoin-ETF's alle verwachtingen overtreffen. De Bitcoin-ETF's blijven maar groeien en op 28 februari noteerden ze maar liefst een dagelijks tradingvolume van $7,7 miljard. Dat is ter vergelijking met goud een enorm verschil, want goud-ETF's traden ongeveer $21 miljoen per dag aan volume. En we zien ook een andere interessante ontwikkeling als we gaan vergelijken met goud-ETF's. Het is niet enkel het tradingvolume, maar we zien ook dat er geld wegvloeit uit de goud-ETF's. En eigenlijk komen die quasi één op één erbij bij de Bitcoin-ETF's. We zien dat duidelijk in deze grafiek dat we hier aan jullie tonen. En laat nu net Bitcoin het digitale goud zijn dat tot de perfectie is geprogrammeerd. En het laatste puntje, de laatste vergelijking met goud dat ik wil maken, is dat er momenteel al meer dan $50 miljard aan assets under management zit bij de Bitcoin-ETF's. En ter vergelijking, bij goud is dit in totaal, na tientallen jaren van ETF's die al op de markt zijn, slechts $90 miljard. Dus dat wil zeggen dat als Bitcoin nog eens een maand heeft, zoals in februari, waarin de prijs heel erg stijgt en er een enorme inflow is van nieuw geld naar die Bitcoin-ETF's. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat de Bitcoin-ETF's binnen een maand de waarde van de goud-ETF's kan overtreffen. En dit alles in slechts 7 weken dat de Bitcoin-ETF's nog maar op de markt zijn. En uiteraard is dit ook de belangrijkste reden waarom de prijs van Bitcoin zo enorm gestegen is gedurende de maand februari, maar later meer daarover. En het tweede puntje van vandaag is dat de ARK 21 Shares Bitcoin-ETF Chainlink Proof of Reserves heeft geïntegreerd in zijn ETF. ARK 21 Shares is momenteel de vierde grootste Bitcoin ETF met meer dan 2 miljard aan Bitcoin under management. En zij hebben dus recent het Bitcoin Proof of Reserve protocol geïntegreerd om op die manier complete transparantie te geven over het feit dat zij wel degelijk de achterliggende bitcoins bezitten van het geld dat in hun ETF zit. Dit is natuurlijk een heel grote stap richting de transparantie van deze ETF's. En ik denk eigenlijk dat op termijn ook andere ETF's, dus niet enkel de Bitcoin-ETF's, maar dus andere ETF's in de traditionele financiële industrie, dat ook zij het Chainlink Proof of Reserves protocol zullen gaan integreren om op die manier transparantie te hebben of transparantie te geven aan hun investeerders van de achterliggende activa, dat zij wel degelijk aanwezig zijn. Op die manier heeft Chainlink dus ook het potentieel om enorm veel waarde, financiële waarde, naar de blockchain te brengen, die te beschermen en daar transparantie over te geven. En we spreken niet over een paar miljarden aan dollars zoals we het hier hebben over de ARK 21 Shares Bitcoin ETF, maar we spreken hier over tienduizenden dollars aan financiële waarde die door Chainlink kan worden verzorgd. En het derde puntje van vandaag is dat de Bitcoin halvering plaatsvindt binnen minder dan 50 dagen. Dat is ook een zeer belangrijk iets om naar uit te kijken, want elke 210.000 bloks dat er op de Bitcoin blockchain gemijnd worden, vindt er een halvering plaats. Dat gebeurt ongeveer elke 4 jaar. Dus dat is niet vastgelegd in tijd, maar het is wel ongeveer 4 jaar. Het ligt vast in het aantal bloks dat moet worden gemijnd. Het is elke 210.000 bloks. Nu, wat gaat er specifiek gebeuren deze keer? Momenteel krijgt de vinder, de miner van het nieuwe blok, waarin alle data zit op de Bitcoin blockchain, krijgt een beloning van 6,25 Bitcoin. Midden april, ongeveer midden april, zal dit dalen naar 3,125 Bitcoin. Dat wil zeggen dat de beloning eigenlijk gedeeld door 2 wordt. Maar wat is daar nu zo belangrijk aan? Wel, we weten dat de nieuwe Bitcoins die in omloop komen door miners heel vaak verkocht worden op de markt. Dus als deze gaan gehalveerd worden, wil dat ook zeggen dat de verkoopdruk heel erg zal dalen.
En als de verkoopdruk daalt, wil dat ook zeggen, volgens de wet van vraag en aanbod, die dan uit balans zal worden gebracht, dat de prijs zou gaan stijgen. Als het aanbod daalt en de vraag blijft hetzelfde, of de vraag stijgt zelfs, dan is het logische gevolg dat de prijs zal gaan stijgen. En doorheen de geschiedenis van Bitcoin is het altijd het belangrijkste evenement geweest waardoor er een nieuwe bull market werd getriggerd. En als we eventjes kijken naar de historische data, er zijn reeds 3 Bitcoin halveringen geweest. In 2012, 2016 en 2020. En als we kijken naar de prijsstijging van Bitcoin na die halveringen, dan zien we dat er in 2012 maal 95 de prijs werd gegaan na de Bitcoin halving. In 2016 was dit maal 30 en in 2020 was dit maal 7. Natuurlijk, dat is heel veelbelovend voor deze halvering. We zijn momenteel ook wel harder aan het gaan qua Bitcoinprijs dan dat we in vorige halveringen, voor de vorige halveringen, hebben gezien. Maar het is uiteraard nog altijd zeer veelbelovend om een goede prijsstijging te zien na de Bitcoin halvering. Dus dat is het volgende belangrijke evenement om naar uit te kijken. Ik hou jullie alvast up-to-date hierover. En laten we het nog eventjes hebben over de prijsstijging van crypto in de maand februari. En zoals gezegd in het begin van deze video, heeft Bitcoin zijn grootste maandelijkse prijsstijging ooit gekend in februari. Nu, als we gaan kijken naar de altcoins, zien we dat Ethereum, de grootste altcoin, ongeveer evenveel omhoog is gegaan als Bitcoin. Ook om en bij de 40%. En als we dan gaan kijken naar andere altcoins buiten Ethereum, dan zien we dat de meeste altcoins het minder goed gedaan hebben dan Bitcoin, waardoor dat de Bitcoin-dominantie gedurende de maand februari sterk is gestegen. Nu, er zijn ook een paar winnaars natuurlijk gedurende de maand februari. En de twee categorieën waar we de grootste winnaars vinden, zijn de AI-coins en de meme-coins. Bij de AI-coins zien we dat BitTensor, de grootste AI-coin, gestegen is met 50%. En de tweede grootste AI-coin, Fetch.ai, gestegen is met maar liefst 180% gedurende de maand februari. En als we dan gaan kijken naar enkele van de grootste meme-coins, Dogecoin, Bonk en Pepe, dan zien we dat zij respectievelijk gestegen zijn met 50, 90 en maar liefst 200% gedurende de maand februari. En als we nu nog eventjes een vooruitblik gaan doen naar de maand maart, dan denk ik dat de prijsstijgingen echt wel gaan afkoelen gedurende de maand maart en dat de maand februari eerder een uitzondering was met uitzonderlijk grote rendementen. Ik denk ook wel dat er in de maand maart of misschien daarna een stevige correctie zal komen. We weten natuurlijk niet wanneer dat die specifiek gaat komen, maar we weten wel dat wanneer deze correctie komt in de markt, dat het heel snel naar beneden zal gaan. Want de wet in het investeren zegt nu eenmaal, als we snel naar omhoog gaan, gaan we ook snel naar beneden. Eigenlijk is het veel gezonder voor de markt om langzaam naar omhoog te gaan en niveau per niveau te gaan opbouwen, dan om heel snel naar omhoog te gaan, want bij de volgende correctie zal het ook heel snel naar beneden gaan. En dat gaat uiteraard pijn doen. Of dit gaat gebeuren in april of niet, dat weten we natuurlijk niet. Niemand heeft een glazen bol, ik ook niet. Wat ik wel weet, is dat ik er volgende maand opnieuw terug ben met een crypto-update en hopelijk jullie niet het slechte nieuws moet brengen dat er een stevige correctie is geweest. Dank jullie wel voor het kijken. Geef zeker en vast een thumbs up als jullie het een interessante video vonden. En vergeet zeker ook niet te abonneren op het kanaal van What the Finance. En dan zie ik jullie volgende maand opnieuw. Ciao, ciao.